Energie is een lastig begrip, dat wil zeggen, wij zien het niet. Wij kennen het wel. Ik bedoel, je hebt vast wel eens een keer op een marsreep achterop gelezen bij de informatie dat een marsreep bevat zoveel kilojoule of kilocalorie. Is eigenlijk twee verschillende vormen van energie noteren, verschillende eenheden. Maar een marsreep heeft een bepaalde hoeveelheid energie. Als jij die marsreep opheet, krijg je daar energie van en dan kun je daar iets mee doen. Dat is eigenlijk energie. Veel meer, veel tastbaarder is energie voor ons niet. Begrijp je allemaal? Ja? Hoe kan ik dan toch iets zinnigs zeggen over energie? Nou, ik hou wel een beetje van dingen stuk maken en ik kijk op die manier naar energie. Hoe meer energie iets heeft, hoe meer het iets stuk maakt. Dus even een simpel voorbeeld. Als ik hier nou bijvoorbeeld deze afstandsbediening bijvoorbeeld pak en ik gooi die hier uit het raam naar beneden. Nou, zelfs als je hem op je hoofd krijgt, ja, het doet zeer, maar het is niet ontzettend vervelend. Snappen we dat? Ja. Ja? Hoe heb je er al meer last van? Wat kan ik dan doen? Hard naar beneden flikkeren. Ja, naar beneden flikkeren. Ja, maar nou niet zonder iets te pleuren. Dus niet zonder hem aanzet te geven. Omhoog en dan bijvoorbeeld naar de vierde verdieping en dan naar beneden gooien. Omhoog lopen, hoger naar de vierde verdieping en hem dan weer naar beneden gooien. Kan ook. Ja, wat kan ik nog meer doen om ervoor te zorgen? Zwaarder maken. Dus deze hier gewoon een baksteen aan vast tapen en hem dan laten vallen. Moet ik dan ook nog weer omhoog of is het dan ook al vervelender van dezelfde hoogte? Zelfde hoogte is vervelend. Ja. Die type energie noemen wij hoogte-energie. Of zwaarte-energie, want het komt van een zwaartekracht. En die E noem ik dus EZ, kleine letter Z eronder, subscript. Dus zwaarte-energie. En die kan ik dus berekenen door, we hebben net al gezegd, de massa doet er toe, de hoogte doet er toe en de zwaartekracht. Want als de zwaartekracht of de gravitatieversnelling er niet was geweest, op de maan kun je wel voorstellen, als ik hem dan van dezelfde hoogte zou laten vallen, zou het minder zeer doen. Want het wordt gewoon minder hard aangetrokken door de maan. De zwaartenergie, hoogteenergie wordt gegeven door, bij meer massa heb ik meer energie, bij meer hoogte heb ik dus ook meer energie. En de zwaartekrachtversnelling is, ja, moet je even rekening mee houden, die zit er nou eenmaal in. Zwaarte-energie, dat heb ik. Ik kan nog op een andere manier dingen stuk maken. Dus ik pak hier bijvoorbeeld de muur en ik wil de muur stuk maken. Dan kan ik daar met mijn fiets heel hard tegenaan fietsen. Succes niet echt verzekerd, maar het principe is mogelijk. Ik kan dat ook anders doen. Met een auto. Met een auto. Wat heb ik dan veranderd? Massa. Massa, ja. Dus ik heb dus ook energie als ik beweeg. Snappen we dat? Dus dat noemen we bewegingsenergie. Of kinetische energie. En die noteer ik met een EK. Dus de energie, kinetisch. Nou weten we dat de kinetische energie heeft dus ook weer iets te maken met massa. We hebben net al gezegd, als ik met mijn fiets eraan kom fietsen, dan is dat nogal vooral een zielig gezicht, maar er gebeurt niet zoveel met die muur. Doe ik datzelfde met een auto, zelfs met dezelfde snelheid, dan gaat de muur al gewoon meer stuk. Maar je hoort me net al iets zeggen over snelheid. Heeft dat ook een invloed? Ja. Hoe dan? Net als met die baksteen. Als je hem hard naar beneden gooit, doet hij meer pijn dan als je hem laat vallen. Klopt. En als je nou kijkt, bijvoorbeeld een kogel. Heeft hij een grote massa? Nee. Komt hij door die muur heen? Ja. Voor een groot deel wel. Ja, het ligt er maar aan het type muur en dergelijke. De formule is een beetje raar. Maar het heeft dus te maken met de massa. Er zit een factor half in. Is zo. De massa zit erin. En dus ook de snelheid. Maar de snelheid, en ik kan jullie niet heel goed uitleggen, maar de snelheid is niet gewoon de snelheid, maar het is de snelheid in het kwadraat. Omdat iets, als het dus twee keer zo snel gaat, heeft het vier keer zoveel energie. En dat is wat lastig voorstellen, vind ik altijd, maar je kunt je misschien een beetje erbij indenken, als ik een auto met 50 km per uur hier tegenaan parkeer tegen de muur, dan houdt de muur hem nog wel redelijk tegen. Hij komt niet ver het lokaal in, laat ik het zo zeggen. Maar een auto met 100 km per uur heeft wel echt heel veel meer energie. En komt dus ook veel verder door die muur heen, komt bijna tegen een andere muur tot stilstand. Dus twee keer zoveel snelheid is vier keer zoveel energie heb je dan bij je. En die is lastig voor te stellen. Als je dat moeilijk vindt om te onthouden, moet je het maar gewoon deze formule onthouden. Staat gewoon ook in je BINAS. Dus de kinetische energie wordt gegeven door meer massa, meer kinetische energie en meer snelheid, veel meer
kinetische energie. Dat moet je even onthouden. Deze vormen van de energie duidelijk? Mm-hmm. Oké. Nou heb ik dus hier al alles weer op bord geschreven. Maar ik heb nog niet eens gehad over de grootheid die energie eigenlijk is. Dus we hebben de grootheden en eenheden tabel normaal. Grootheid en eenheid. We hebben het nu dus over de grootheid energie. Dus wat wil ik meten? Energie. En de letter die ik daarvoor gebruik, je hebt hem al een paar keer gezien, is de letter E. Hoofdletter E. En energie meten wij, natuurkundigen, in? Joule. Heel goed. Joule. Dus de energie meet ik in joule. Verder heb ik nog een aantal andere zaken staan. Ik zal even de belangrijkste noteren. De massa. M. Klein letter M meet ik in? Kilo. In kilogram. En de snelheid? V. V, velocity in? Meter per seconde. Denk erom dat je dat nooit in kilometer per uur gaat doen. Dan ga je namelijk best wel fouten mee maken. Dat is jammer op je examen straks. En een hoogte? Meter. Hoogte H in gewone meters. M. Ja. Hoogte-energie is een bijzonder type energie. Namelijk, je ziet hem niet. Kinetische energie zie ik. Ik zie wanneer een object beweegt. En ik snap ook wel dat als een trein hier op me afkomt denderen, dat ik dan even een stapje opzij moet doen. Want dat ding heeft belachelijk veel energie. Daar kan ik niet zoveel tegen inbrengen met mijn lijf. Snappen we dat? Dus ik kan daaraan zien dat het energie heeft. Iets met hoogte-energie, bijvoorbeeld een dakpan, zie ik niet echt bepaald als gevaarlijk. Een dakpan ligt daar redelijk rustig. Dat is ook pas als hij naar beneden flikkert. Dat is pas als hij naar beneden flikkert. En tot die tijd noem ik die hoogte-energie, is dus een vorm van potentiële energie. Hij heeft dus energie en ik weet dat het schadelijk zou kunnen zijn. Dat wil zeggen als hij inderdaad van het dak naar beneden komt keilen. Maar ik heb op dat moment nog geen nut van die energie. Ik weet alleen dat het zover is. Hij heeft die energie. Dus potentiële energie is dus een vorm van energie die ergens nog in zit. Heeft de potentie om iets anders te doen, maar doet nog niks.